Mooie bloemen heb je meegebracht, jongen. Gezellig, hè, seringen? Oh, narcissen. Narcissen. Ik zei het vroeger ook altijd verkeerd. Ja. Weet je nog wel? Dan bracht ik seringen mee. Dan zei ik narcissen of medalia's dat ik van Asters of Anjers zei. Altijd door elkaar gehad. Moet nou eens onthouden. Narcissen. Gezellige narcissen in deze donkere dagen. Want het zijn weer hele lastige donkere dagen. En vooral dachten wij voor jou. Ma, wat ga je nou doen met de kerst? De nachtmis. Vind ik altijd erg mooi. Je gaat naar de nachtmis en dan moet je alleen in deze stad, op jouw leeftijd, over straat na de nachtmis. Brrr, beetje bang van hoor, als ik dat zo hoor. En verder nog iets met kerst? Nel komt tweede kerstdag. Nel komt tweede kerstdag, daar word je toch ook niet vrolijker van Nel, hè? Met haar eeuwige benen. Nee, ik zit er een beetje mee en ik niet alleen, Els ook. We hebben het erover gehad. Kijk, wij zitten vast aan die schoolvakantie, als wij met wintersport willen. Zitten we vast aan die schoolvakantie met de kinderen. Dus ik rij straks weg, maar dan rij ik toch weg met iets van... oh jee, ma alleen met de kerst. En dat is niet alleen dit jaar, is ook volgend jaar. En ook het jaar daarop. En zo kom je toch heel erg alleen te zitten. En in een tijd waarin het nou niet bepaald vrede op aarde is. En er zijn nog wel meer van die probleempjes. En ik heb daar met Els dus uitgebreid over gesproken. En ik moet het er ook met jou over hebben, vind ik. Kijk, beter zal het in Europa nooit meer worden, ma. In de hele wereld niet. En in Nederland überhaupt niet. Wist jij dat mensen van mijn generatie over 20, 25 jaar helemaal geen AOW meer krijgen? Omdat dat geld eenvoudig op is. Dat is er niet meer. Ik geef je nu af en toe even stiekem zwart 100 gulden. Kan niet meer vanaf 1 januari. Ik moet elke cent verantwoorden. Die dingen houden allemaal op, ma. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, maar mijn hart is goed en mijn ogen zijn goed en mijn benen zijn nog goed. Ik ga af en toe lekker met Nel naar de Bijenkorf. Fijn, nou, reuze. Die Bijenkorf is over een jaar niet eens meer open, ma. Nog afgezien van de vraag of hij er nog staat met de kernkoppen die boven ons hoofd cirkelen. Snap je wel? Maar het fijne van deze tijd is tegelijkertijd dat het allemaal bespreekbaar is geworden. Begrijp je? Dus vandaar. En omdat Els net zo gek op jou is als ik dat ben, heb ik Hans gebeld. En je kent Hans, of ken je niet? Je was er wel op mijn vorige verjaardag, maar ik heb je eerder naar huis gebracht omdat al die andere vrienden toen kwamen. Hans is een arts en Hans heeft mij dus die beroemde Vesparax-pillen gegeven. Kijk, dat zijn ze nou, dat is nou alles. Dat is nou alles. Zijn het geen schatjes? Hé? Zou je bijna zeggen? Want ze dienen dus voor zelf... doding. Zelfmoord mag je niet meer zeggen, ma. Bestaat niet. Het is zelfdoding. Als je zegt, nou in dit Europa, in dit Nederland, met deze problemen, stap ik er liever nu uit op een hoogtepunt, nu ik nog goed ben, wat je nog bent, dan zijn het deze die je daarbij helpen. Je neemt er 4 of 5, als je zeker wilt zijn, met een glas rode wijn en de boel is op zijn smakelijkst bekeken. Klinkt heel gek, maar ik zou het waanzinnig knap van je vinden. En in jouw lijn, zoals je altijd hebt gezegd, nu is het genoeg, nu stop ik ermee, begrijp je? Je hoeft nu natuurlijk geen ja of nee te zeggen, je houdt ze rustig hier, je hebt nog 5 dagen tot de kerst, ik bel je in Zwitserland op en ik vraag, ma, wat denk je daarvan? Maar je hebt ze dan in ieder geval, hebben wij dan voor gezorgd, want dat wilde Els ook, want Els is net zo gek op jou als ik. Ik zeg het nogmaals, dat denk je wel eens anders over, ik weet het, maar het was vooral Els die zei, weet je wat, we bezorgen maar gewoon die Vesparax-pillen als dat wapen achter de hand. Schat, ik moet er vandoor, want we moeten vannacht gaan rijden. Ik bel je op zodra ik in Zwitserland ben. Denk erover na, maak je geen zorgen en hou je taai. Oké. Ma, prettige kerst. Nee, mooie kerst. Verstandige kerst. Ma, ja? Dag.
Ze denken toch wel aan me.